Ever since the 80s, Dennis van den Berg, Chris Duivenstein and Michael Halve have been great fans of Italo disco music. Throughout the years, they've seen many Italo artists perform live, in their own country, the Netherlands, but also in Finland, Sweden, Denmark, Germany and Italy. They've seen many artists perform, except for one of the greatest artists, Martinelli. Het was juli 2019 en we waren bij Frans en Marianne in de tuin en dan hadden we een Italo samenzoon. En Italo samenzoon, dat is eigenlijk een bijeenkomst van allemaal Italo fans samen met hun vrouw is het tegenwoordig. Waar we dus een muziekje draaien en een beetje wat eten. Dat doen we al heel wat jaar. Gezellig met elkaar een plaatje draaien, om het plaatje mixen. Wat eten, wat drinken. Gewoon genieten van de muziek en de gezelligheid. De Italo samenzang, ja, zo noemen we dat. Het is 20 jaar geleden ontstaan, een klein groepje. Die groep wordt steeds groter. In het begin was het steeds bij iemand anders thuis. Maar de laatste jaren is het wel steeds vaker bij Chris in de kas of bij Frans in de tuin. During a beautiful summer evening in 2019, Dennis, Chris and Michael meet up with other Italo friends. Coincidentally, they chat about the Eventi d'Azzurro party that took place in Milano 2016. Eigenlijk was het een heel spontaan iets hoe we erop kwamen. We hadden het over het Eventi d'Azzurro feest in 2016 in Milaan. Met heel veel acts waren daar. En er waren ook acts bij van mensen die wij nog nooit hadden gezien eigenlijk. Het feest in Milaan was super. Marcello had me gebeld en had me gevraagd of ik wilde draaien op die avond. En hij vroeg toen, vind je het dan erg om te draaien tijdens het buffet, voorafgaand aan het feest, en tijdens dat buffet wat besloten is, daar zijn alle artiesten, alle Italo-artiesten. En Marcel zei, misschien vind je het dan vervelend dat er nog niet gedanst wordt. Maar ik vond het fantastisch, want al mijn Italo-helden liepen daar. Iedereen was er. Ik had Martinelli niet eens herkend. Er waren ook zoveel artiesten. Ik hoorde op de avond dat Aldo Martinelli en Simone Vellini er waren. En toen zag ik mensen met hen op de foto gaan. Ik hoopte zo dat ze zouden optreden. Stom toeval dat we daar op terecht komen. Martinelli optreden is nooit geweest. Nooit iemand gezien. Dat wil je toch? Nou, er werd wel een beetje geheimzinnig gedaan over de optredens die er waren. Want er waren heel veel artiesten. Maar we wisten eigenlijk helemaal niet wie erop ging treden. Stefano Brignoli. Romano Baez. Albert Wan. Clara Maroni was er. Fred Ventura.
Scots, Vince Lacini. Ken Laszlo, Robert Camero, Koto, Anfrando Magnola, Travel Sex, George Aaron, Vinci Contini, Brian Ice, en Natalie Arts van de Sound Lovers, Stylo, Alberto Signorini. Ja, misschien wel 30 acts, maar geen Martinelli. The party in Milano 2016 would have been the opportunity to see their ultimate hero Martinelli perform live, as this was still high on their bucket list. Het was stom toeval dat we daarop terecht kwamen. En Michael zijn frustratie uitsprak over het feit dat Martinelli in Italië aanwezig was, maar niet optrad. En dat was wel een dingetje. Ja, dat is toch ook frustrerend? De maestro loopt daar wel rond. Maar hij zit niet in de line-up. En je weet het niet. Dus de hele avond, na elke act, denk je, nu komt Martinelli misschien wel. Ja, dat gebeurt dan niet. En dan denk je na afloop ook, wauw, gaat er nog wel een moment komen dat ik hem ooit zie optreden? Chris owns a flower nursery with a greenhouse. Over the past years, he has used this space to organize live performances with Albert One, George Aaron, Feli and Stefano Brignoli. However, Martinelli is one of a kind and most probably out of league. Na het feest dat we organiseerden met Brignoli, dachten we, daar komen we nooit meer overheen. Maar heel snel had ik het gevoel van, ja, als Martinelli de kans zou krijgen om Martinelli mee aan te halen, dan zou dat ook geweldig kunnen zijn. Daar hebben we met Dennis over gesproken en geprobeerd om Martinelli in te halen. Maar dat was niet haalbaar. Een paar jaar geleden heb ik wel contact gehad met Martinelli en Zanini. Maar dat was voor ons gewoon eigenlijk financieel niet haalbaar. En Dennis pakt zijn telefoon. En die begint even te zoeken. En die laat mij een hele berichtenwisseling zien tussen hem en Simona Zanini. Dus ik vroeg, waarom is dat niet gelukt? Ik heb een kwekerij waarin we wat ruimte hebben om een feest te organiseren voor tot ongeveer max 50 personen. Waarvan ik vind dat als je een feest organiseert dat het all-in moet zijn. Eten en drinken inclusief. En als je dan een duur artiest hebt en komt met prijzen van 120, 130 in die buurt, dan denk ik niet dat het haalbaar gaat worden. Je kan toch geen 100 euro voor een kaartje vragen? Dat doet niemand. Michael stond met een stuk over te kijken van, ja, ik ga toch wel 100 euro betalen voor Martinelli. En ik vroeg Dennis, ja, jij toch ook wel? Dennis, ja, tuurlijk. En Michael vroeg mij, jij zou toch ook wel 100 euro betalen? Ja, dat denk ik zelf. Ja, wij wel natuurlijk, maar ja, dan ben je er nog lang niet. Dus ik ben rondgegaan in die tuin. En ik heb even aan iedereen gevraagd, Peet, als je Martinelli live zou kunnen zien optreden en je zou er meer dan 100 euro voor moeten betalen, zou je dat dan doen? Peet zei natuurlijk meteen, ja, ik wel. Dus ik ging bij anderen langs. Frans, jij, ja, ik ook. René, Patrick, Guus, Erik, Martin, John. Zou je naar Martinelli gaan als het meer dan 100 euro zou betalen? En iedereen zei ja. Toen zaten we al op 16 man. During that evening, it appears that Dennis, Chris and Michael are not the only ones that are willing to pay a bit more than usual. Because this is about seeing Martinelli. The real question is whether there are other fanatic Italo lovers who would be willing to do so as well. Maar dan ben je er niet. Zouden anderen dat ook hebben? En zou je uit de kosten kunnen komen of met 50 personen die dat zouden willen betalen? Ik heb geen idee. Het is natuurlijk leuk om 16 toezeggingen te hebben, maar dat waren wel zomeravond toezeggingen. Ik bedoel, na een paar biertjes doe je zo'n toezegging makkelijker dan na een kop koffie. Dus op zondagochtend heb ik iedereen weer een berichtje gestuurd, dezelfde vraag gesteld en in ons kringetje was niemand afgehaakt.
Maar Chris en Dennis hadden natuurlijk wel een punt. Wij zijn Italo-idioten en we gaan waarschijnlijk wel net even een stapje verder dan een gemiddelde fan. We hebben eerst alle kosten op een rijtje gezet. Dus het vervoer, professionele verlichting, professioneel geluid, het podium. Je gaat uit eten met de artiest. En dan kleine dingen die daar nog bij komen. Toiletten, een hapje en een drankje. Boven de 100 is gewoon rek. We moeten proberen rondom die 100 proberen uit te komen. Nou, we hadden een sponsor nodig. Iemand die zelf Italo fan is en het ons gunt. Ja, die hebben we gevonden in Marion en Mark Hartenveld. Toen zij aan boord waren, toen konden we op die 100 euro gaan zitten. Ja, toen hebben we gelijk Martinelli bevestigd en een datum. Omdat je hebt toch voor mensen een datum nodig voor wanneer dan het feest daadwerkelijk is. En we zijn eerst in een klein cirkeltje gaan kijken of dat mensen interesse in hadden. En we hadden het idee, als dat niet zou lukken, dan zou het later ook nog via Facebook of via andere kanalen kunnen. Dennis, Chris en Michael have a plan to engage other fans. They know how to reach the international Italo community through Facebook. They themselves have traveled multiple times to be part of special performances. And so have their German, Scandinavian, Spanish and Mexican community friends. They decide to first check the appetite amongst their Dutch network. If needed, they can always scale up to their broader contact list. Misschien hebben de geruchten jou ook bereikt. Ik kan je zeggen, het gerucht is waar. Achter de schermen heb ik met Dennis van den Berg en Chris Duivestein de afgelopen week hard gewerkt om een droomwens in vervulling te laten gaan. Die één artiest die we nog nooit zouden optreden in Nederland, naar Nederland halen. Martinelli. Waarom het in het verleden nooit lukte, had vooral met de prijs te maken. Wil je geen verlies draaien, dan moet een toegangskaart 100 euro kosten. In een kleine setting hebben we dat gepeild en toen bleek al snel dat we er allemaal 100 euro voor over zouden hebben. Het contact is gelegd met Martinelli en vannacht heeft hij bevestigd. Zaterdag 30 november 2019. De opzet wordt anders dan anders. Het wordt namelijk geen grootse opzet, maar een optreden voor 50 personen, exclusief. Drank en hapjes zijn inbegrepen. Omdat ik deze week al wat mogelijke sponsors heb benaderd, zijn er al verschillende fans geweest die hierdoor toegezegd hebben erbij te willen zijn. Hierdoor zitten we nu al op 20 personen, nog 30 kaarten te gaan dus. Je snapt het, dit is een mogelijkheid die ik jou wil voorleggen voor we breder gaan communiceren. Je hoeft nog niks te betalen, maar als je bij wil zijn, moet je wel je naam aan mij geven. Martinelli komt samen met zijn vrouw, Simona Zanini, zangeres, en heeft toegezegd ook de nummers van Radiorama, Topo Aerobi en Dr. Sket te gaan doen. Hashtag Starting a Revolution. Nou, duidelijk toch? De reacties liepen behoorlijk uiteen. De meesten waren heel erg enthousiast, maar sommigen vonden het gewoon te duur. Wat er natuurlijk ook wel ontstaat hierdoor, is dat de echt grote fans zich aanmelden. We hadden een groep app met z'n drieën. Die hielden elkaar op de hoogte van de reacties. Het was toch spannend wat er ging gebeuren. 2 dagen! 48 uur. Ja, na 48 uur was het uitverkocht. En toen zijn we gestart met een reservelijst. Despite the fact that nobody has paid yet, the three friends know it's going to happen. Chances of something going wrong have diminished. Nou, dat was voor ons wel het groene licht. Toen wisten we echt dat we door konden zetten. Dat was op het moment, ja, nou gaat het echt lukken. Mijn mens gaat echt in de vervulling. Je hebt een hoofdsponsor. Je hebt gepeld in een kleine kring Italo-fans en er blijkt animo. Ja, dan denk je, het zou wel eens kunnen gaan lukken. Ja, dat was dan best wel een bijzonder momentje. Kijk, een maand daarvoor wisten we helemaal niet of dat het haalbaar was. Nee, we hadden nog niemand betaald. We hadden alleen toezeggingen. Maar we wisten wel dat dat goed zat. Nou, echt zorgen hebben we ons daar eigenlijk niet om gemaakt. Want de meeste mensen die komen uit ons eigen kringetje. En daar weet je gewoon van dat goed komt. Maar er zijn inderdaad toch nog wel wat mensen geweest die zijn afgehaakt tijdens de betalingsronde. Maar ja, ook dat was geen probleem, want er waren genoeg mensen op een reservelijst. Als we dan de feest geven, willen we de mensen iets extra's geven. Hoe leuk is het als je binnenkomt en er staat een koffiebrommer of een koffiekar. En er staat een ijzeren kar en
in zo'n pizza's aan het bakken die rondgebracht worden, ja, dat is toch geweldig. Ja, voor dat geld moet je mensen wel wat unieks kunnen bieden. Kijk, we hebben natuurlijk al Martinelli, is al uniek genoeg. Maar we willen toch nog een stapje verder gaan. Ja, maar dan krijg je ook wat. Je hebt twee grootheden op het podium staan. En daarnaast drinken de hele avond. Bij binnenkomst een goede espresso of een latte macchiato. Italiaans ijs de hele avond. Pizza, vers uit de oven. Ga eens een avondje stappen. Wat ben je dan kwijt? En wij hebben de maestro. Maakten ze prachtige dingen die jullie ook allemaal in je collectie hebben. En ze zijn voor het eerst in Nederland, zelfs als toerist. Ze zijn hier nog nooit geweest en staan gewoon straks hier op het podium. Voor ons komt er een droom uit, ik hoop voor jullie ook. Het allereerste moment dat je de eerste toon hoort van Feel the Drive, dat is onvergetelijk. Zo bijzonder. Together. Come on, give a chance to desire. Cantate forte che facciamo crollare questo edificio, ok? We'll tear the playhouse down. Come on, sing with us. Speciaal? Nou, dat is nogal niet een vraag. Ja, ik denk toch het moment dat we ze ophaalden in Schiphol. Hè, dus dat je daadwerkelijk daar als een fan daar je grote held gaat halen. Dat was echt een heel mooi moment. Ja, zoveel. Dat je het contract per mail krijgt en op Martinelli briefpapier.
dat soort dingen, dat is toch kikker. En een ander moment was dat we ze gingen ophalen voor het kennismakingsdiner. We zitten te wachten op een wachtruimte in het hotel. En stap op je af, omdat je omschreven bent als zo en zo. En het klikt gelijk, het was een leuk gesprek in de auto en tijdens het diner. Dus dat was echt bijzonder. Maar ook op de zaterdag zijn we met zo'n pad geweest, even door Den Haag en Delft, even wat sightseeing. Ja, dan loop je wel gewoon met Aldo en Simona, loop je door je stad. Dat is wel bijzonder. En wat ook heel mooi was natuurlijk, dat je ze nu één op één, dat je met ze was, dat je dingen kon vragen die je al die jaren al hebt afgevraagd en waar nooit een antwoord op geweest is. Hè? Hoe zit het met Barbie, met Ben Bruce, de samenwerking met Vince Lancini, allemaal van zulke specifieke dingen. Dat weet eigenlijk niemand, dat weten alleen hun. Ja, we hebben dat ook moeten uitleggen. Er zitten gewoon een paar helden in je auto. Voor een ander is dat dat je Bruce Springsteen of Bruno Mars op de achterbank hebt. Voor ons zijn Martinelli en Zanini muzikale helden. En ook het moment dat ze dan daadwerkelijk achter in de auto zitten. Hè, dat je ze hoort kletsen met elkaar. En dan krijgt Aldo Martinelli die krijgt op de achterbank een appje van zijn dochter. En dan is de toon van de app... is de koekoeksklok van Cinderella. Ja, ik kijk Dennis aan en ik zie ook zijn ogen glimmen. Onbetaalbaar. Maar een buitenstaander snapt daar niks van. Dennis, Chris en Michael look back at a successful initiative. A party with a live performance of Martinelli and Zanini is hard to beat. As they know this, they probably shouldn't even think about it. They cherish this event together with all the memories. Thank you. Thank you. Het is eigenlijk een aaneenschakeling van mooie momenten geweest. Van het begin tot het eind eigenlijk.